Studeren na de middelbare school is voor de meeste jongeren een grote overstap. Een stap naar meer zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheid en meer eigen keuzes maken. Bij veel jongeren gaat dat goed. Ze kiezen voor een studie en blijven bij die keuze. Maar 30% van de jongeren haakt af en switcht van studie. Dat is zonde, want zo'n verandering kost je tijd, geld en energie. Daarom vind ik What to Do After School een goed initiatief. Als je gaat studeren, maar geen helder beeld hebt van wat dat nu werkelijk inhoudt, of je twijfelt nog over wat de juiste studie voor jou is, kan de Summer School van What to Do After School een prima voorbereiding zijn. Bovendien is dit een initiatief van twee heren die zelf die overgang van middelbare school naar hoger onderwijs hebben meegemaakt en die dus weten waar ze het over hebben. Het ministerie van Onderwijs werkt al veel samen met middelbare scholen om jongeren beter te begeleiden bij het maken van een juiste studiekeuze. Ik denk dat deze Summer School daar een mooie aanvulling op kan worden. De initiatiefnemers van What to Do After School vinden het belangrijk dat ook leerlingen kunnen meedoen die wel gemotiveerd zijn, maar voor wie de kosten een drempel vormen. Dat ben ik van harte met hen eens. Op kosten van het ministerie kunnen daarom 10 VWO-leerlingen meedoen aan de Summer School. Leerlingen voor wie de kosten een probleem vormen, maar die kunnen aantonen dat ze serieus op zoek zijn naar de studie. Ik wens de organisatie heel veel succes met de eerste Summer School. En ik hoop dat de ervaringen en resultaten van What to Do after School gedeeld worden met anderen. Want dan kunnen nog meer mensen hun voordeel doen met dit goede initiatief.